Heel goede avond. Het viel als een bom vanmiddag in de commissie Welzijn in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft in minder dan 4 jaar tijd 1,5 miljard euro uitgegeven aan externe consultants. Vlaams parlementslid Hannes Anaf hoorde het met stijgende verbazing. We gaan het ook over groei hebben, of beter over degrowth, het afremmen van de groei. Want dat is voor klimaatactivist Anouna de Wever waar we naartoe moeten in de toekomst. Maar wat vindt filosoof Maarten Boudry van dat idee? En we hebben Stefan de Gant aan tafel, recht uit de repetities voor de opera. Renozzi di Figaro, Mozart. Prachtige opera van Mozart. Ja, die volgende week in première gaat. Dinsdag. Ja. In Gent. En jij bent Figaro? Nee, helemaal niet. Ik speel 2 rollen, Bartolo en Antonio. De dokter en de tuinman, ja. Okay, straks, voor hetzelfde budget. Straks meer over je opera. Iedereen welkom hier aan tafel. En ook u thuis bij de afspraak. Vanmiddag kwam de commissie Welzijn bijeen in het Vlaams parlement en minister Gewits moest er een vraag beantwoorden over de externe consultants die zij en haar collega's inschakelen bij hun werk. Ik zou eventjes de helikopter willen oplaten naar de consultancy-uitgaven van onze hele Vlaamse regering deze legislatuur. Er is een schriftelijke vraag gesteld door een van de collega's, maar die is nog niet gepubliceerd. Maar enfin, u zult ze straks krijgen. Ik weet, of het is misschien vandaag gepubliceerd, ik weet het niet. Waaruit blijkt dat voor de periode 2019 tot 31 maart 2023 1,5 miljard euro uitgegeven is aan consultancy-opdrachten binnen de ganse Vlaamse overheid. Hannes Anaf, u zat daar in de commissie, u hoorde dat bedrag en? Ja, het was inderdaad verschieten, ook omdat mijn collega Thijs Verburgt al een tijdje terug een vraag heeft ingediend om eens een overzicht te krijgen van al die consultancyopdrachten bij de verschillende departementen. Want we hebben al langer het aanvoelen dat er enorm bespaard wordt op de overheidsdiensten zelf. Maar dat er aan de andere kant heel veel geld wordt uitgegeven aan externe consultants. Ja, 1,5 miljard, om even de vergelijking te maken. De Franse president Macron lag onder vuur omdat hij 1 miljard euro in 1 jaar tijd had uitgegeven aan consultants in een land dat veel groter is dan Vlaanderen. Dus dit is echt veel meer dan wat jullie dachten. Dit is veel meer dan dat we dachten. Als je dan kijkt... Ik heb zelf 2 onderzoekscommissies gedaan deze legislatuur. En ik herinner me in de PFOS-commissie dat... De leidend ambtenaar van het departement Omgeving kwam zeggen van ja, we hebben nu al legislatuur na legislatuur besparingsoperaties moeten doen en dit is echt een besparingsoperatie te veel. Hè. Ik heb geen milieuinspecteurs meer. Mijn diensten kunnen geen adviezen meer geven bij complexe milieudossiers. Hetzelfde in de kinderopvang, hè, waarbij dat ook, dat we de overheid zelfs niet meer in slaagt om onze kinderen veilig te houden. Als je dan kijkt naar die besparingsoperatie, die moet in 2024, deze legislatuur, 75 miljoen euro per jaar opleveren. 75 miljoen euro voor de besparingsoperatie die echt te veel is om de kerntaken van de overheid nog te kunnen uitvoeren. En dan zie je 500 miljoen euro om en bij voor consultants per jaar. Ja, dan moeten we daar toch wel serieuze vragen bij stellen. Onze overheid wordt echt uitgekleed. De kerntaken kunnen niet meer gedaan worden. Het is elke keer meer en minder. En dus moeten consultants ingeschakeld worden. Gewits zelf zegt dat ze 115 miljoen euro heeft besteed, of op het kabinet van Welzijn, 115 miljoen euro. En daarmee zit ze niet in de top 3. Ja, het gaat over gigantische bedragen. Het is ook een beetje... De discussie vandaag ging eigenlijk over een consultancyopdrachten die er aan één bepaald consultancybureau werden uitgegeven. Hè. Who cares? U herinnert zich nog, Jo van Deurzen, die daar onder andere actief was. Maar dat zijn dus allemaal mensen met een CD&V-signatuur die ineens 9 consultancyopdrachten krijgen in het midden van de coronacrisis, terwijl ze nog maar bestonden sinds maart 2020. Dus die zijn nieuw opgericht en krijgen ineens heel veel... Dus ik kreeg daar lastige vragen over. En daarom ging ze in haar antwoord, had ze het dan ineens over die 1,5 miljard, eigenlijk een stukje om iedereen mee in het bad te trekken, om de lastige vragen
over iets anders te laten gaan. Dat is toch de ook aandacht wel zeer af te leiden van Niel van Deurze. Dat is toch een veronderstelling die ik heel ernstig heb. Vooral omdat die cijfers blijkbaar nog niet afgeklopt zijn, want we hebben ze dus opgevraagd. We hebben ze nog altijd niet gekregen als parlement. Ook heel vervelend om te discussiëren over cijfers die je nog niet gekregen hebt. Ja, ja. We hebben nu een bedrag, die 1,5 miljard. Maar nog niets op papier. Maar nog geen concrete cijfers over hoeveel het gaat en wat het dan juist inhoudt. Want dat wil ik nu ook wel gezegd hebben, natuurlijk. Je moet een sterke overheid hebben die haar kerntaken kan uitoefenen, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld tijdens zo'n coronacrisis, hè, dat daar er dan binnen wel zijn. Daar wil ik wel naartoe, maar ik wil nog even die aanleiding voor de vraag van uw collega. Was inderdaad verhaal dat het laatste nieuws heeft uitgebracht over Jo van Deurze, gewezen minister van Welzijn, die als consultant voor Kervits heeft gewerkt. Dit was zijn reactie nadat het uitgekomen was. Ik heb nooit gedacht dat ik met nog zoiets en zo'n heisa zou geconfronteerd worden. Nogmaals, deontologisch denk ik dat dat allemaal zeer oké is, dat dat allemaal zeer transparant is, dat het ook niet gaat over een soort gigantisch inkomen dat ik daar nu mee heb gegenereerd. Dus ja, ik ga natuurlijk nadenken over wat ik in de toekomst ga doen. Maar ja, vandaag probeer ik eigenlijk een beetje te bekomen van wat er aan commotie is ontstaan. En dat doet, en de, ja, het raakt me natuurlijk enorm, ja, evident. Leek niet echt te beseffen wat er mis was. Voor hem was het deontologisch oké. Okay. Ja, allee, daar zijn ernstige vragen over gesteld daar straks in het parlement. En ik zeg het nogmaals, het gaat echt over een aantal zaken. Hè. Dat consultancybureau, daar zijn heel wat mensen met dezelfde signatuur. En dat geeft een zweem van dat het een ons-kent-ons verhaal is. En ik heb er straks ook aan de minister gezegd van geef ons alle transparantie, geef ons alle documenten over die aanbestedingsprocedures enzovoort. Zodat die zweem eventueel ook kan worden weggenomen. Hè. Ja, want dat is het inderdaad. We hebben nu een bedrag, 1,5 miljard euro. Minder dan 4 jaar tijd. Er zijn natuurlijk verschillende kabinetten. Op 1 zou Lydia Peters staan. Mobiliteit voor meer dan 500 miljoen. Dus 1/3 van het bedrag is gegaan naar consultants of studiebureaus die gewerkt hebben voor Lydia Peters. Ja, het is moeilijk om de discussie te voeren zonder dat je natuurlijk de detailcijfers hebt. Maar dat is een enorm bedrag. Kan u dat begrijpen? Want mobiliteit, dat vraagt studiebureaus, dat vraagt ontwerpen van wegen en zo. Oosterweel misschien ook? Ja, Oosterweel, dat zijn gigantische budgetten. Hè. Maar ik zeg nogmaals, het is heel moeilijk om over concrete dingen echt uitspraken te doen als je niet weet hoeveel er bijvoorbeeld vroeger werd uitgegeven aan studiebureaus. Maar iets wat je in het algemeen ziet binnen de overheid, hè, in verschillende departementen, is dat de kennis die in huis is, dat die gewoon wordt afgebouwd. Hè, dat er personeelsbesparingen zijn à volonté. Maar dat er langs de andere kant dan consultants worden ingehuurd om eigenlijk het werk te doen dat de overheid zou moeten doen. En dat vind ik echt een slechte evolutie. En we willen allemaal dat de overheid slanker wordt. Ja, dat klinkt natuurlijk mooi. Hè. Het klinkt altijd heel mooi. En dat is ook, politiek scoort daar dan blijkbaar mee door te zeggen van we moeten besparen op de overheid en we moeten met minder ambtenaren. Maar als dan het gevolg is dat de milieuinspectie niet meer in staat is om mensen in de buurt van 3M in Zwijndrecht te beschermen, hè, dat er geen adviezen meer... Ik ga een voorbeeld geven, het is heel schrijnend. In de provincie Antwerpen, hè, waar dus net 3M ligt, Zwijndrecht, zijn door de provincie Antwerpen 98 adviesvragen gesteld in 2021 aan de Vlaamse overheid in complexe milieudossiers, echt complexe dossiers. Ze hebben 1 advies teruggekregen. Omdat de Vlaamse administratie gewoon niet meer de mensen in huis heeft om dat te doen. En dan stel ik me echt wel de vraag, is dat een overheid die wij willen? Een sterke overheid moet mensen kunnen beschermen. En de overheid wordt door deze rechtsregering zo uitgehold dat die bescherming compleet verdwenen is. En als je dan volledig op consultants aangewezen bent, dat is niet de juiste manier. Je kunt soms externe expertise inhuren. Ik heb het daarnet gehad over de coronacrisis. Allee, dat is iets wat u overkomt. Het is logisch dat je dan externe experten gaat bevragen. Je kunt niet alle kennis in huis hebben. Maar de basiskennis, hè, hoe dat je milieuadviezen moet geven, die moet je wel in huis blijven hebben. Je kunt niet alleen maar op consultants afgaan. Ja, want vooruit zit niet in de Vlaamse regering, wel in de federale regering. Daar had je inderdaad Frank van den Broeke, minister van Volksgezondheid, heeft ook consultants gebruikt tijdens de coronacrisis. Ja, hebt u er zicht op hoeveel dat gekost heeft? Wel, ik begreep dat hij in januari daarover bevraagd is geweest, hè, dat het over 10 miljoen euro ging. Dat gaat ook, dat is ook een groot bedrag. Maar nogmaals, hè, die coronacrisis is ons overvallen en je hebt soms externe expertise nodig. Maar ik herinner me wel dat Frank toen daarmee geconfronteerd werd en ook wel gezegd heeft van we hebben wel daarnaast ook meer dan 12, 13 miljoen, denk ik, geïnvesteerd om
onze overheidsdienst ook echt sterker te maken en om ons ook voor te bereiden op eventueel volgende pandemieën. En ik denk dat dat de juiste manier is, dat je externe expertise gaat halen als je ze echt niet in huis hebt, maar dat je er ook voor zorgt dat het huis stevig staat. Hè? En dat we er wel nog blijven in slagen om de kerntaken van de overheid... Voordelen van consultants kunnen dus zijn heel tijdelijk. Een ambtenaar kan je niet tijdelijk even aanwerven en dan weer ontslaan. Dus je kan heel tijdelijk opdrachten geven. Wat zijn de gevaren van consultants? De gevaren zijn dus effectief dat je ja, op een bepaald moment de kennis gewoon niet meer in huis hebt en voor alles afhankelijk bent van die consultants. En dan, ik zeg het, dan kan het heel mooi klinken. Ik heb het zelf ook gezien binnen de Vlaamse overheid. Er moesten dan targets gehaald worden. Hè. Koppenbesparingen, hè. Er moesten zoveel koppen verdwijnen. Dat werd dan heel nauw gezet in de gaten gehouden. Maar dan langs de andere kant, consultancybudgetten door het dak gingen. Ja, dat was niet zo erg, want ja, het was wel heel mooi om politiek te kunnen zeggen van kijk eens hoeveel mensen dat we hebben laten gaan. Beleid voeren... Maar het gebeurt wel met openbare aanbestedingen, de keuze van consultants? Of vertrouwt u dat niet? Nogmaals, als het dan bijvoorbeeld gaat over die Who Cares... Dat was het bedrijf van Jo van Deurzen. Voilà, we hebben daar gevraagd om daar alle documenten te bezorgen. En we gaan dat ook aan het rekenhof. We gaan een vraag stellen om ook het rekenhof daarnaar te laten kijken. Ja, want ik zeg het, die schijn van ons kent ons, die is hier echt ontstaan in dit dossier. De minister probeert aandacht af te leiden. Maar we moeten daar toch echt wel blijven op toekijken. Maar jullie zitten in dat... jullie zijn parlementsleden. Hebben jullie dat niet in de gaten, wat daar gebeurt? Staat dat niet in de begroting? Kunnen jullie dat niet controleren? Wel, nee, dat is de reden waarom dat mijn collega Verburgt die cijfers ook allemaal opgevraagd heeft, nog niet gekregen heeft. Dus dat is heel vervelend. Want dat staat niet... Je kunt niet zoeken in de begroting op consultant. Dat moet je echt opvragen. En ik hoop dat we die heel snel krijgen, die cijfers, zodat we ook echt die analyse kunnen maken en dat we ook kunnen kijken van hoe werd er in het verleden mee omgegaan en hoe is het geëvolueerd. Hè? Want dat is uiteindelijk ook belangrijk om te weten. En hoe moet het in de toekomst? Moet er een regeling komen? Moet er een plafond komen? Wel, in elk geval moet de overheid terug versterkt worden hè? In haar kerntaken. Hè? We moeten echt opletten dat we niet alles aan consultants overlaten. Dat is echt een essentiële. En daarnaast moet de deontologische code... Minister Krivits heeft het daar straks ook zelf aangegeven, dat er toch rond deontologie, rond ex-ministers, rond mensen die op kabinetten gewerkt hebben, mensen die uit de administratie komen, dat er toch goed moet gekeken worden. Ja, dat minstens die zweem van ons kent ons, van belangenvermenging, dat die vermeden wordt. Morgen debat in het Vlaams parlement. Zal het hierover gaan? Ik neem gaan? Aan dat die kans groot is dat daar toch wel vragen over zullen gesteld worden. En ik ben ervan overtuigd dat dat nog wel een heel tijdje zal zijn. We hebben enkele ministers geprobeerd. Ook de minister-president. Niemand wil komen. Ja, dat is problematisch. Morgen misschien wel. Ik hoop dat wij in het parlement wel de antwoorden zullen krijgen. Ja, wordt vervolgd. Dank je wel, Hanna Sanaf. Tijd om een nieuw begrip te introduceren. Degrowth, ontgroei, zou je kunnen zeggen, of het afremmen van de groei. Het was vorige week een van de thema's op de conferentie Voorbij de groei in het Europees Parlement. En Anuna de Wever mocht daar een speech houden. I'm going to say something that is unfortunately controversial to this institution, but it really shouldn't be. If we move beyond growth, we have to acknowledge what lays below our growth. White supremacy, colonialism and imperialism. We need to redistribute wealth, cancel climate debt, implement a universal basic income, massively invest in loss and damage funds, degrow the economy in high-income countries, increase universal public services, reduce working time, dematerialize and reprioritize what it means to live a human life. Ja, Anuna de Wever, veel volk. Ook, heel veel applaus. Volk, ja. En het was cross-party trouwens. Dus niet alleen van de Groene Partij, zoals dat wel veel mensen denken, maar echt van alle Europese politieke partijen. Wie zat daar in de zaal? Wie waren de mensen die daar waren? Dat waren veel experten, veel economen uiteraard, Beyond Growth, maar ook heel veel klimaatwetenschappers en dus ook politici van alle politieke partijen. Het was ook de closing plenary, dus iedereen was aanwezig. De slotzitting. Ja. De slotzitting, ook de mensen die echt aan het beleid aan het werken waren tijdens de conferentie. Werk je nog steeds voor de Groene Europese fractie? Nee, ik werk voor Climate Action Network Europe als Trade and Investment Policy Officer. Dus consultancybedrijf? Of... Nee, organisatie, netwerkorganisatie. Ja, maar ook nauw verbonden met de Groene fractie, of niet? Nee, absoluut niet. Dus het is eigenlijk een netwerk van NGO's die in Europa actief bezig zijn rond lobbyen, campagnes voeren rond klimaat. En ik werk dan rond handels- en investeringsakkoorden. Oké, dan de essentie. Degrowth, wat is dat voor jou?
Degrowth gaat eigenlijk echt over het fundamenteel herdenken van de globale economie, omdat er heel veel problemen zijn momenteel met kapitalisme en de economie die we daar vandaag kennen. En we zien binnen het timeframe dat we hebben dat onze energietransitie niet genoeg lukt met een economie die blijft groeien. Als een economie blijft groeien, heb je meer energie nodig. En heel veel experts die vroeger voor green growth waren, zijn nu eigenlijk aan het zien. We moeten ervoor zorgen dat de sectoren en de industrieën die schadelijk zijn of onnodig zijn binnen de economie, maar wel veel energie vergen, dat we die degrowen en dat we die dus naar onder doen, zodat we eigenlijk meer capaciteit hebben om die energietransitie in te zetten en te investeren in sectoren die wel nodig zijn. Want ik hoor je zeggen in de speech de economie afremmen. In ja, landen met, in high-income countries, hoge, dus in rijke landen. Dus in ons land ga je... In Europa, globaal, ja. Ja. En dat is iets heel belangrijks. Heel concreet, aan... wat zou je in ons land, welke economie zou je in ons land afremmen? Degrowth gaat alleen maar gebeuren op een Europees of op een globaal vlak. Omdat het natuurlijk op een groot vlak. En ik heb daar een paar dingen voorgesteld. Iets fundamenteel aan degrowth is herverdeling. Dus we maar heel concreet, ook... om het concreet te maken voor de mensen, welke economie kan minder in Europa? Moet minder? Sectoren bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld de vleesindustrie. Momenteel gooien we superveel vlees weg dat we niet eten. We kunnen dat veel efficiënter maken. De mode-industrie. We hebben ondertussen kledij waarmee we 6 generaties van mensen kunnen kleden. Mm-hmm. Dat is niet nodig, maar het vergt enorm veel energie, het geeft enorm veel afval, dat kunnen we degrowen. Je hebt private jets, je hebt SUV's, je hebt heel veel dingen. Maar essentieel aan degrowth is dat dat op een democratische manier wordt beslist. Dus via citizen assemblies. Ja. Sorry, ik weet niet of dat mijn beurt is. We gaan een debat voeren. Hè. U bent vooruitgangsfilosoof. Mm-hmm. Wat vindt u van het idee van degrowth? Ja, het spijt me om te zeggen, maar het is een vreselijk idee. Het is waarschijnlijk het slechtst denkbare wat de klimaatbeweging is overkomen de laatste jaren. Maar het goede nieuws is, het maakt geen schijn van kans. Het is het politieke equivalent van je in een warm bad onder te dompelen en je polsen over te snijden. Het is een slecht idee om... tal van redenen. Ten eerste omdat het politieke draagvlak voor klimaatactie helemaal ondergraaft. Op het moment dat mensen de indruk krijgen dat klimaatactie gelijk staat aan collectieve verarming, en dat is degrowth, dat is per definitie verarming. Klopt niet. De econoom Branko Milanovic heeft dat berekend, wat dat dus zou betekenen, mondiaal gezien, als we dan herverdeling zouden doen en we zouden bijvoorbeeld de mondiale welvaart bevriezen. Dat wil dat zeggen dat ongeveer 2/3 van alle welvaart die we hebben in een land als België, dat we die moeten afstaan. Dat slechts de armste 10% in ons land niks moeten inleveren en de anderen wel. Dus het moment dat een partij zelfs maar zou overwegen om zo'n politiek voorstel in een partijprogramma op te nemen, dan pleegt ze gewoon politieke suïcide. Collectieve verarming. Momenteel, en dat is een rapport dat net nog uitgekomen is door Oxfam, gaat 2/3 van de globale welvaart naar de 1%. Ja, 1% van de mensen krijgt die 2/3 van de welvaart. En wie zijn die 1%? Wij zijn die 1%, Anuna. Jij en ik zijn die 1%. Maar nee, gaat heel de aandacht naar Elisa, de miljardairs. Ik ben de miljardairs zijn de 0,0. Dit is ook een klassenstrijd. Maar dat is mondiaal, zijn wij de 1%. Als je bovengemiddeld verdient in een land als België, en bedoel, je bent consultant, of wat ik me nu maar zo uitdrukken, ik ben academicus, wij behoren allebei tot de 1%. Dus wij moeten massaal welvaart gaan inleveren. Maarten, en misschien ben jij bereid om dat te doen? Dit is het grote probleem met green growth. Hè? Dat jullie heel veel aspecten, die ook heel belangrijk zijn, zoals herverdeling, maar ook decolonisatie, niet in rekening brengen. Momenteel zijn we in Europa de Green Transition Energy aan het doen door de Critical Raw Materials Act. Maar 10% van de grondstoffen die wij gaan gebruiken om onze hernieuwbare energie op te wekken, gaat uit landen komen van het globale zuiden. Weet u wat dat ons objectief is om te recycleren? Slechts 10%, maar ons objectief om te recycleren, 15%. Dus dat betekent dat we opnieuw met gigantische afval gaan zitten en dat we grondstoffen vanuit het globale zuiden gaan uitbuiten om hier aan hernieuwbare energie te doen. Globaal is dat compleet oneerlijk. Zeker als je al kijkt naar die welvaart die alleen maar door de 1% wordt... Ik hoor je zeggen... Nee, het is net andersom. Als er één iets kolonialistisch is, dan is het aan arme landen gaan vertellen, bijvoorbeeld, dat zij geen geld meer kunnen krijgen maar van dit, het IMF of van de Wereldbank voor fossiele infrastructuur. Dit klopt omdat niet. Wij hebben bepaald, als rijke witte westerlingen, ik zal even jouw taalgebruik hanteren, wij hebben bepaald dat het klimaat dat niet aan kan. En dan gaan wij die arme mensen vertellen, het is gedaan met groei, want de planeet kan het niet meer aan. Dit is feitelijk onwaar. Maarten, degrowth gaat over degrowth binnen rijke landen. Maar wat gaat er gebeuren, Anuna? In 2020 hebben we een ongewild experiment in degrowth meegemaakt. En ik weet dat het dan niet is wat je voorstelt. Nee, dat is alle een recessie in een kapitalistisch systeem. Alle auto's stonden te roesten in de garage, alle vliegtuigen bleven op de grond, corona. Mensen reisden niet meer enzovoort. Dit is niet degrowth. Dus er was degrowth. Het effect ervan is precies het effect dat je beoogt, maar op een andere manier.
Het was absoluut een ander aanduiding. Maar Maarten, maar, dit klopt gewoon niet. Mag jij nog even uitleggen? Van... Zelfs waar het virus nog lang niet was toegeslagen in arme landen, sommige arme landen zijn zelfs nauwelijks door het virus overvallen, was er al een enorme stijging van extreme armoede en ook van andere infectieziekten. Waarom? Precies omdat alles met elkaar verbonden is in een mondiale economie. Het is een complete illusie dat je kan een onderscheid maken tussen de rijke landen en dat je tegen de rijke landen kan zeggen we gaan minder gaan groeien, we gaan dus minder consumeren, minder gaan reizen, minder zaken gaan importeren. Hoe meer dat wij de economische banden gaan doorknippen met die arme landen, hoe meer dat wij gaan zeggen we gaan niet meer gaan reizen, dus gaan dus niet meer de toerisme-industrie gaan spijzen, hoe meer dat die arme landen daarvan zullen afzien. We hebben dat gezien in 2020 en we zullen dat opnieuw zien als degrowth ooit in de praktijk zal komen, wat het gelukkig niet zal zijn. Onze handelsakkoorden vanuit Europa zitten vol met koloniale machtsdynamieken. In de World Trade Organization zijn het rijke landen die de regels bepalen. Dus heel veel arme landen, heel veel landen in het globale zuiden hebben zelfs geen zin in de handelsrelatie. Even tussenkomen. Je zegt inderdaad, voor jou is degrowth de weg die we moeten inslaan, maar in de rijke landen, in de arme landen, kan het verder gaan zoals nee, het nu daar bezig moet absoluut is. Geïnvesteerd worden, uiteraard. Want die landen moeten ook groeien. Maar het punt van kapitalisme is meer groei, meer consumeren, meer produceren. En daarbij komen we constant bij een soort van overvloed die niks meer te maken heeft met menselijke nood, maar wel enorm veel uitstoot en enorm veel energie. En heel belangrijk, de coronacrisis, maar ook recessies, hebben niks te maken met degrowth. Dat zijn crisissen binnen een kapitalistisch systeem. Degrowth gaat over het feit dat je democratisch beslist, dit gaan we reduceren en hier gaan we in investeren. En dan via een redistributie, waardoor dat mensen niet in economische crisis terechtkomen. Hanna Sanaf, u wil reageren? Ja, ik wil zeggen, ik vind solidariteit extreem belangrijk en ik ben er echt van overtuigd dat de strijd tegen de klimaatopwarming de strijd is van onze generatie. Daar ben ik absoluut mee eens. Alleen denk ik dat dit debat dat eigenlijk geen goed doet. Ik denk eerder... Dit komt weer neer op een culpabilisering, op een individualisering van het probleem. Terwijl dat we, als we oplossingen willen voor dat klimaat, moeten we juist iedereen meekrijgen in het verhaal. En ik denk niet dat dit debat daarbij helpt. Wat we echt nodig hebben, zijn collectieve oplossingen. Niet meer zeggen van, je mocht met mijn auto niet meer daar rijden of we moeten een elektrische auto. Maar zorgen voor openbaar vervoer, zorgen voor oplossingen. Dus daar gaat die brood net over. Mm-hmm. Dat we collectief beslissen, we gaan investeren. Maar door de manier waarop het debat gevoerd wordt, bent we aan het culpabiliseren. En dat helpt niet. Dat helpt echt nee, absoluut niet. Nee, maar het punt is, kijk, als je zegt, we moeten openbaar vervoer regelen voor iedereen. We moeten een universeel basisinkomen hebben voor iedereen. Ik heb het jou net horen zeggen. Ik vind dat op zich een goed idee. Maar het is gewoon puur magisch denken dat je zoiets kan verwezenlijken in een maatschappij of in een economie die niet groeit. Dat is precies waar je dat geld maar voor nodig nee, hebt. Om allerlei ik weet waar het geld vandaan kan komen. Dit is echt belangrijk. Dus Apache heeft net nog een onderzoek gedaan. 84% van het Belgisch BBP is geparkeerd in belastingsparadijzen. Ja, okay, daar ben als we het gaan hebben over geld, dan kunnen we daar gaan kijken. Dan moeten we niet gaan kijken naar de mensen die momenteel in de laagste klasse zitten, die bij elke economische crisis opnieuw de zwaarste klasse Maar dat is elke keer dat je mag ik even de keuzes proberen scherper te krijgen? Degrowth. En ik hoor u groene groei. U bent absoluut voorstander van groene groei. Groene groei. Groei in het algemeen is het beste wat een land ooit kan overkomen. Wij zijn uit de armoede ontsnapt dankzij groei. De Zambiaanse economen, dus geen white supremacist, een zwarte Zambiaanse economen, Dambisa Moyo, die zegt, als de groei stilvalt, laat staan als je ze gewoon zou stilleggen, op democratische wijze, wat er natuurlijk nooit zou komen, het moment dat mensen zouden inzien wat er gebeurt als je groei stillegt, zou iedereen massaal gaan protesteren. Maar zelfs als je dat zou doen, dan leidt iedereen. Groei dit is de manier waarop de extreme armoede de afgelopen 30 jaar gedaald is. Wat we nu moeten doen, is die groei verder zetten, ook voor arme landen, maar dan op een manier die niet langer milieuschade en niet langer klimaatschade veroorzaakt. En dat kunnen we. We weten dat we dat kunnen. En we weten welke landen dat het voortouw innemen. Dat zijn niet de arme landen, dat zijn het landen die al het meest gegroeid zijn. Als je kijkt naar landen als Frankrijk, Zweden en Duitsland, wacht nog één punt, dan zie je de afgelopen 50 jaar hun uitstoot per capita is gehalveerd. Ik heb die cijfers bij mij. Frankrijk, Zweden, Duitsland. Terwijl hun economie verdubbeld is. Nee, dat is waar we naartoe moeten. Over ontkoppelen van GDP en emissies. En er is zoveel empirisch bewijs dat dat niet gaat lukken in de timeframe dat we hebben. IPCC het heeft twee heel belangrijke... Laat mij nu even uitspreken. Ja, sorry. Het IPCC heeft heel twee belangrijke vindingen gedaan. Zijn eerste, binnen dit en vier jaar gaan we de 1,5 global warming threshold voorbij gaan. Mm-hmm. Dat is een realiteit waarin het Afrikaans continent niet kan overleven. Dus groene tweede, groei is voor jou geen optie? Nee, omdat er empirisch bewijs is dat we binnen de... En dat is watgene dat mist, de sense of urgency. Het feit dat we maar zoveel tijd hebben om te reduceren. En dat het momenteel zijn, niet lukt. Inderdaad. Het IPCC zegt tegen de volgende keer dat we ons rapport uitgeven, is klimaatopwarming onomkeerbaar. Okay. Voor iemand van mijn leeftijd, die weet dat de rest van mijn leven gewoon
ervoor gaat moeten zorgen dat de schade niet zo erg is, maar weten dat het telkens erger en erger wordt, is dat een superzware boodschap. En als er dan economen komen die zeggen wij kunnen fundamenteel herdenken hoe dat we onze economie indelen, wat belangrijk is, wat niet belangrijk is, op welke manier mensen kunnen samenleven, dan wil ik daarover nadenken, dan wil ik daar naar luisteren. Anuna, en ik, ben daar, ik sta daar zeker niet alleen. Hoe krijg je dit idee verkocht aan mensen? Maar dit idee dit staat vol met maatregelen waar mensen al heel lang voor staan. Ten eerste, we zeggen onze politiek is democratisch. Onze economie niet. Mensen kunnen niet beslissen hoe dat we dingen consumeren en produceren en waar dat we prioriteit aan maar geven. Hoe krijg je daarom dat zijn, die, hoe krijg daarom je dat zijn die citizen assemblies heel belangrijk. Bijvoorbeeld projecten zoals David van Rijbroek met de G1000. De zo van die projecten zouden moeten implementeren. Ik wil nog wel zien gebeuren dat mensen daar na samenspraak zouden beslissen dat de collectieve verarming een goed idee is. Maar ik wil het is geen collectieve verarming. Stel nu nog dat we dat doen, inderdaad. Anuna, stel nu nog dat je gelijk hebt dat we daar een democratische consensus voor kunnen vinden. En stel nu nog een veronderstelling die ik jou meegeef, dus dat jouw doemdenken over klimaatopwarming, waar je volgens mij ook overdrijft, dat dat klopt. Inderdaad, dat Afrika bijvoorbeeld onleefbaar wordt als we de grens van 1,5 graad gaan overschrijden. Afrikaanse leiders hebben stel, dat gezegd. Okay, dus meneer bij Petri, ik niet. Wacht. Dus stel dat we dat allemaal aannemen. Wij leveren welvaart in en zij, dus de arme landen, mogen wel nog groeien. Dus ik neem aan, in jouw verhaal wordt er herverdeling verwezenlijkt, dus maar de arme landen die mogen wel nog groeien. Dan is het enige wat we bereikt hebben, is een tijdelijke reductie van de CO2-uitstoot. Beter gezegd, een uitgesmeerde CO2-uitstoot die meer gelijkelijk verdeeld is over de hele wereld. We zullen nog altijd gigantisch veel uitstoten. Je kan een kip maar één keer gaan pluimen. Dus op het moment dat je al die miljardairs dan je geld gaat afpakken en dat je het aan arme mensen gaat geven, maar en die arme mensen die gaan dan meer gaan uitstoten, dan ben je helemaal niet thuis. Op deze manier kan dit debat toch niet gevoerd worden. Kan je die nul-uitstoot bereiken. Je kan die nul-uitstoot alleen maar bereiken als je infrastructuurwerken uitvoert, als je technologische innovatie gaat verwezenlijken. En dat kan je alleen maar doen in een economie die groeit. Op het moment dat je die groei stillegt, dan slacht je de kip met de gouden eieren en dan gebeurt er helemaal niks meer. Er zijn zoveel dingen die je nu zegt die niks met degrowth te maken hebben. Ik denk echt dat dit een moment van reflectie moet zijn voor ons allemaal, filosoof, expert, als media, om na te denken over hoe we dit debat moeten voeren. Dat zijn we aan het doen. Maar ik zie momenteel is dat er ook heel veel publieke opiniestukken zijn die gaan over recessie en zeggen dat is degrowth. En de manier waarop dat mensen daar nu over horen is zo gepolariseerd. Terwijl dat Beyond Growth-conferentie, daar waren alle politieke partijen aanwezig. Iedereen wilt nadenken over een economie die niet afhankelijk is van groei. En wat houdt dat in? En wat ik nu zie, is dat er zoveel mensen zijn die al zo lang nadenken over groei, dat dat zo'n ideologische aanval is dat we gewoon er niet meer in slagen om daar echt kritisch naar te kijken. Heel veel experten die nu voor degrowth noemen, waren vroeger zoals u, Maarten. Die zeiden exact dezelfde dingen. Die waren voor green growth. Misschien en die zijn tegen de muur gelopen en hebben beseft het gaat gewoon niet in de tijdspanne dat we hebben om onze economie koolstofneutraal te maken. Mag ik nog één puntje toevoegen? Anuna, je bent zelf ongetwijfeld bekend met het concept greenwashing. Je gebruikt het waarschijnlijk zelf vaker dan ik. Dus grote bedrijven en politieke partijen die doen alsof ze iets voor het klimaat doen, maar die eigenlijk gewoon hun eigen groene duidelijkheid aan het etaleren zijn. Wat denk je nu dat er echt aan het geval is? Wanneer Ursula von der Leyen bijvoorbeeld jullie conferentie introduceert en zegt dat we het concept economische groei moeten herdenken, is zij met haar eigen duidelijkheid aan het pronken om groene punten te scoren? Of is zij echt bereid om die growth in haar politieke partijprogramma... Je mag dat niet onderschatten hoe radicaal dat is. Geen enkele partij die zelfs maar overweegt om degrowth in haar partijprogramma op te nemen. En je kan het ze niet kwalijk nemen, want opnieuw, het zou politieke suïcide zijn. Zelfs groen, zelfs ecoloog, probeert afstand te nemen van degrowth. Op deze manier wordt gevoerd, absoluut. Ik begrijp niet waarom we daar niet op een eerlijke manier over kunnen reflecteren. Waarom is het niet eerlijk om te zeggen dat... Op Europees niveau zie ik dat mensen echt zien, oké, onze economie groeit, meer energie, we gaan niet snel genoeg koolstofneutraal kunnen worden. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat en die sectoren en industrieën naar beneden inderdaad. Gaan? Inderdaad. Dan nog een vraag. Staat de groene fractie ook achter het idee absoluut. Dus toen u hebt die uitspraak gezien van wat ligt er onder onze groot kolonialisme, opnieuw iets waar u geen rekening mee houdt. Philippe Lambert, dat is de president van de groene fractie op Europa, is direct rechtsgestaan en die is beginnen klappen. En ik heb direct gekeken op die video daarna. Absoluut niet. Kolonialisme, racisme. Dat is heel radicaal. Ik heb in de zaal gekeken. Oké, hoe ga jij hier nu mee verder met dit idee? We moeten dit debat hebben. En het ding is, dit debat binnen Vlaanderen is duidelijk nog heel moeilijk. En ik zie heel veel mensen heel veel dingen zeggen die niks met degrowth te maken hebben, omdat het ook heel complex is. Maar het is echt, het gaat over het welzijn van mensen. En leeft het bij jongeren? Enorm. Heel die zaal zat ook vol met jongeren. Dus het was georganiseerd door alle politieke partijen. Maar je ziet dat het vooral de jongere generatie is die zegt dit is een heel interessant model. Het zegt, het gaat eindelijk echt over systeemsverandering. En dus we moeten hier echt over beginnen nadenken. Was vooruit ook op de conferentie? Ik niet alvast. Ik denk niet dat er iemand van ons aanwezig was. Ik denk als we een debat moeten hebben, dan moeten we het debat voeren
hoe gaan we er nu hier in Vlaanderen voor zorgen dat mensen die nog in een huis wonen waar geen dakisolatie is en het niet kunnen betalen, hoe dat we hen kunnen helpen? Exact. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we auto's van de baan halen door voor meer openbaar vervoer te gaan? Daar gaat dat debat over. En die mensen ga je niet vertellen, want eigenlijk hebben we al te veel welvaart, we zouden beter worden. Maar dit is daar dus niet degrowth. Dit is dus niet degrowth. Dus, maar dat is GDP. GDP is gewoon de optelsom van alle goederen en diensten die we aan elkaar leveren. Op het moment dat je dat gaat naar beneden halen, ga je welvaart vernietigen. Het gaat over het democratische en het selectieve. We kijken wat is er nu schadelijk en wat moet er wel naar beneden en wat. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Wat schadelijk is, moet krimpen natuurlijk, maar niet de hele economie. Alleen de schadelijke aspecten van de economie. En dan hebben we het terug over ontkoppelen en dat is niet mogelijk. Inderdaad. Maar dus het debat moet verder gevoerd worden. Nog een klein puntje van eensgezindheid helemaal op het einde. Dat het debat moet gevoerd worden. Wel nee, dat sommige aspecten van de economie moeten krimpen. De fossiele sector bijvoorbeeld. Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Het debat gaat verder. Ik ben blij dat we het hier toch alvast begonnen hebben. Zullen we het over opera hebben? Ja, te zijn dat jullie nog. Ik denk dat we maar even gaan voortgaan. Je hebt er niks op te zeggen, Stefan. Ik had toch een idee. Maar is dat eigenlijk echt wel nodig in onze decadente samenleving? Dat is, dit is een heel concrete vraag. Dat is een opmerking van het GDP. Music Maestro. Leonardo di Figaro is een komische opera van Mozart, waarin een koppel, Figaro en Susanna, wil trouwen. Maar die trouw wordt verhinderd door allemaal andere personages en externe factoren. Maar ze willen eigenlijk de liefde laten winnen. En daar doen ze toch 3 uur over. Deze opera wisselt heel vaak tussen serieus en komisch. Maar tegelijk wisselt het ook tussen deurencomediescènes en eigenlijk solo's, duetten en grote chaotische ensembles. Dus er zijn eigenlijk heel veel stijlen in de opera zelf. So we can give it so that everybody has the contract. One. So everybody can go. Yeah, and that it ends up with Stefan. And it ends up with Stefan. Ja, daar eindigt het met Stefan en hier begint het met Stefan. Dat waren beelden van de repetities. Ja, repetitiebeelden. Ja. Ja. Je zei het al, je speelt een dubbele rol. Ja, ik speel in die opera 2 rollen. Antonio, dat is de tuinman. En Bartolo, de dokter. Heel kort, voor wie het verhaal niet kent. Dus Suzanne en Figaro willen trouwen. Dus heel kort. Hè, en iedereen wil dat beletten. En er gebeuren allerlei toestanden. En intriges en verkleedpartijen. En om de trouw niet te laten doorgaan. Aha. En aan de tijd weten de mensen niet wie de intrige heeft gestart. En wie nu de intrige met elkaar aan het doen is. Dus het is allemaal zo verweven. Mm-hmm. Dat het gewoon niet meer duidelijk wordt. Dat, dus iedereen is elkaar aan het beliegen, aan het bestoken, aan het beschimpen, aan het bekussen, van alles en nog wat. Je favoriete opera van Mozart? Het is een van mijn favorieten. Het is ook de eerste opera die ik ooit als kind zag. Ik was 6, 7 jaar, denk ik, en ik ging met mijn vader mee naar de Muntschaapburg. Het was mijn allereerste opera. Ja? Dus het is wel fijn om daar terug mee geconfronteerd te worden. Als kind... vond ik het al een fantastische opera. Een van de meest bijzondere van Mozart, vind ik. En was je toen al... Begreep je waarover het ging? Nee, totaal niet. Maar ik ging meestal naar stukken waar ik niks van begreep. Toen was er nog niet zo'n aanbod van goed kindertheater. Dus ik ging meestal naar voorstellingen waar ik eigenlijk niks van begreep. Maar toch begreep ik het. Dus, ik kreeg daar toch een abstractie van, wat ik toch geweldig vond. En natuurlijk de muziek, die natuurlijk... tijdloos is. Dus fantastische muziek. Het was de eerste samenwerking van Mozart met de librettist Lorenzo da Ponte. Da Ponte, ja. Het is een stuk... ik heb ooit vroeger gespeeld met compagnie Marius Figaro, dus het stuk bewerkt van Beaumarchais. Dus, ik vind het geweldig. Ja, wat je zag was de regisseur... Tom Goossens, een man die ik... zijn eerste opera. Ja, dus zijn eerste grote operaproductie. Ik heb er al mee samengewerkt. Ja, ik vind een ongelooflijke jongen. En ik heb er vorig jaar of 2 jaar geleden mee gewerkt. En hij vroeg mij om mee te doen. Maar het is echt bijzonder, omdat hij al droomt van toen hij 5, 6 jaar was, denk ik, om die opera ooit te mogen regisseren. Dus het is zo hartverwarmend om hem dat nu te zien doen. Ja. En hij doet het met zo'n overgave, met zoveel liefde voor het werk, met zoveel passie voor zangers, acteurs... dat het alleen maar afstraalt op heel de cast. Ja. Want er zitten mensen in de cast die die rol al overal in de wereld hebben gezongen. Maar die toch openstaan voor een nieuwe visie, voor een sprankelende, jeugdige enthousiasme van Tom. En, het is alleen en waarom wou hij precies die opera regisseren? Ja, ten eerste omdat hij gek op de muziek is en ook op het verhaal.
En ja. Aha. Nu, De Munt heeft die opera enkele jaren geleden geactualiseerd naar Me Too. Ik heb dat niet gezien. Ik ook niet. Ja, daar is Tom dus niet mee bezig. Die vertrekt vanuit het libretto, vanuit de muziek. Aha. En heeft daar zijn eigen wereld gecreëerd, samen met zijn fantastische scenograaf. En het is eigenlijk een constructie van het huis. Alles ligt op de grond en de deur wordt opgetrokken. We hebben nog wat beelden van de repetitie. Zullen we nog wat tonen? Beste mensen, in de zaal. Een meer fascinerende zaak verscheen nooit eerder voor een... Veritas Kelly. Unsere Sache ist berufen. Du bezahlst und nimmst sie. Hast du verstanden? Wir haben gewohnt, ich frage mich in der Hand. Und ich sterbe. Und was soll man aus dem Kopf? Und mir fällt er auf den Kopf. Exzellenz, ich appelliere. Ja, ik hoor je praten in het Nederlands. Ja, er zijn praten twee rollen. In een opera. Ja, ja, er zijn twee rollen. Marcelina, gespeeld door Eva van der Gucht, en Bartolo en dus Antonio, in het Nederlands. Dus hij heeft ervoor gekozen om die twee figuren in het Nederlands te laten spreken, omdat met een beetje een knipoog, want vroeger in de Vlaamse opera werd er in het Vlaams gezongen. Dus alle opera's werden vertaald in het Vlaams. Aha. En werden gewoon in het Vlaams. Dus daar ook een beetje... En ook, het zijn de meest komische rollen, die twee, om het toch begrijpelijk te maken voor een zorgen dat de mensen kunnen lachen. Ja, dat ze toch kunnen lachen en toch... Dat leuk is. Ja. Ja, ja, ja. Het is niet je eerste opera, hè? Nee, ik onthoud niks. Dus ik heb geen websites met al de dingen die ik gedaan heb. Ik heb heel slecht geheugen. Maar ik heb de indruk dat zingen belangrijker is dan acteren op dit moment. Ja, nee, niet zo, maar... Ik hou ervan om samen met muzikanten te werken. Dat is voor mij heel inspirerend. Muzikant. Ja, want ooit lang geleden operaopleiding begon. Ja, ja, maar dat wou ik niet verder doen. Omdat het is voor mij te disciplinair en te eenzaam bestaan als zanger. Maar nee, ik wil liever spelen. Maar het is fijn om met muzikanten samen te werken. Dat vind ik altijd een genot. Ja, ja en wordt er nog... Ik heb altijd het gevoel dat je moet invoegen, dat je niks moet doen. Dat je alleen maar moet invoegen. Dus de muziek is er al, je hoeft alleen maar in te voegen. En wat is, dat is bij acteren toch ook, of niet? Ja, absoluut. Nee? Ja, als je met mensen... Ja, absoluut. Ben je nog aan het acteren? Ja, ja zeker. Ja, ja, ik ben nu nog steeds een andere voorstelling aan het spelen. Dus we blijven niet... bezig. Ja. Ik mag niet klagen. Wat op je pad komt... Ja. Dat doe je. Ja. Ja. Wat ook op je pad gekomen is, is die andere grote droom, een orkest dirigeren. Ja, dus ik had nog, ik had nog één droom. Ik ben niet zo ambitieus, hè, maar ik ben nooit geweest. Ik doe het altijd voor het ene mooie meisje in de zaal. Maar dat is al van op de toneelschool zo. Ik vind dat toch vrij ambitieus. Hè? Wat zeg je? Ik vind dat toch vrij ambitieus, voor de dingen dat jij doet. Maar dat is al gelukt. Ik had één droom in mijn leven om op de scène te doen, is de Vierde van Brahms te dirigeren. De symfonie waar ik mee, toen ik 5, 6 jaar mee geconfronteerd werd door mijn vader, die legde altijd klassieke muziek op thuis, plaat. Toen was dat nog de tijd van Herbert von Karajan met de Berliner Philharmoniker. En ik stond dan op de salontafel. Ik ging een takje halen in de tuin en dan was ik de dirigent. Stond ik op de salontafel, die rook naar vernis, dat weet ik nog. En dan deed ik teken aan mijn vader, leg de plaat maar op. Dat stond ik klaar. En dan begon ik. En dat is altijd zo gebleven, die symfonie. 5 jaar. Ja, dus... De kleine Stefan. Dus 40 jaar later. Ik heb in alle interviews gezegd, ik zou heel graag eens de Vierde van Brahms dirigeren. Die vraag werd niet gesteld, maar ik zei het gewoon. En met alle orkesten waar ik mee gewerkt heb, gewoon gezegd van, ik zou heel graag de Vierde van Brahms dirigeren. Werd altijd weggelachen, natuurlijk. En... Maar toen kwam Canvas. Ja, en uiteindelijk kwam Canvas... En mag ik de Vierde van Brahms dirigeren? Wat geweldig is natuurlijk. Voor een televisieprogramma voor volgend jaar. Volgend jaar in de Beaux-Arts, eind januari, met de Belgian National Orchestra. Dus dat is een droom die voor mij uitkomt. Niet vanuit een ambitie, niet vanuit een pretentie om dirigent te zijn, helemaal niet, dus niet vanuit een ego, maar gewoon, ik wil zo dicht mogelijk bij de klank van Brahms 4 staan. Dat is mijn enigste doel eigenlijk. Dus om zo dicht mogelijk bij een goed orkest te staan en... En hoe ver staat het? Want je bent ik ben nu 2 maanden bezig. En? Is het moeilijk? Is het zwaar? Het is niet evident, ja. Het is toch een heel dorp dat je moet leiden van de ene kant naar de andere kant. Maar het zal wel lukken, ja. Ja? Ja. En ik wil het ook by heart, uit het hoofd doen. Dus zonder partituur. Zonder partituur? Ja, ja, dus ik wil het heel goed kennen, van links naar rechts, bovenonder. Dat is de ambitie, ja. Ben je aan de helft of waar zit je? Ik ken het eigenlijk wel... Maar ik moet natuurlijk nog communiceren en iets over te vertellen hebben.
als ik dat met de Turkije. Wat is het moeilijkste aan dirigeren? Vooruitdenken. Dus je moet heel goed weten, straks komt dit, straks komt dat, straks komt... Dus je moet vooruitdenken. Ja. Canvas is dat allemaal aan het volgen en dat gaan we dan inderdaad te zien krijgen. Hè. Wat morgen op Canvas te zien zal zijn, is de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat is voor zang dit jaar. Voor zang, ja. Ik heb nog niet kunnen zien. De eerste ronde is geweest. Of... Die is al geweest, hè? Ja. De halve finale zijn de halve finalisten gekozen. Ja, ik ben niet zo'n fan van wedstrijden. Dus... Nee? Nee. Dat had me niet zo bezig, wedstrijden. Wat ik wel bijzonder vind aan de Elisabeth-wedstrijd, dat er wel altijd iets gebeurt. Ja. En als het dan, gebeurt, dan is het bijzonder. Ja, dus ik herinner mij een paar kandidaten van vroeger, dat ik dacht, ah, er gebeurt iets. En dan vind ik het wonderlijk. Maar ik ben niet zo aan wedstrijden. Ga je tijd hebben om te kijken? Of nee, ik ga heel niet de kijken. Tijd, misschien inhalen overdag, misschien wel. Of in de loges, s'avonds. Het zijn nog twee Belgische vrouwen die naar de halve finale mogen, hè? Ja. En meer vrouwen dan mannen. Ja. Dat is normaal? Ja? Vrouwen zingen beter? dat is een subjectief gegeven. Hè? Maar zo'n wedstrijd... Dus ik heb daar niet zo'n... Ik vind dat heel moeilijk, hè? Voor zang zeker. Hè? Hoe kun je nu een fantastische sopraan vergelijken met een fantastische bariton? Dus dat is natuurlijk de samenstelling van de jury. Dat is moeilijk, inderdaad. En dat is, die kunnen niet debatteren, die juryleden. Dus dat is puntenoptelling en dan uiteindelijk... ik heb ooit jaren geleden wel voor zang gaan kijken, werd uitgenodigd door Canvas, en ik stond buiten. En dat was de proclamatieavond. En ik stond buiten, toevallig, naast Teresa Bergenza, die is spijtig genoeg overleden. Fantastische mezzo, en die zat in de jury. En ik vroeg gewoon een beetje blij met de uitslag. En die begon kwaad te worden. Die begon echt wild om zich heen te spreken. Van de verschrikkelijke uitslag. Dus die was kwaad. Want die wist ook de uitslag niet. Die had, dat was gewoon puntenoptellingen. Ja. Dus het is die, niet, geen compromis. Nee, niks. Die weten niks van de punten die opgeteld worden. Ja. Dus die werd kwaad. Die zei, die was niet tevreden. Keuze. Ze moet mij nooit meer terugvragen, zei ze. Aha. Zou ze jou mogen vragen in de jury? Nee, hoeft niet. Nee, dat is ook veel te lang. Okay. De opera. Première volgende week? Dinsdag, half acht. Dinsdag in Gent. 6 keer in Gent, 7 keer in Antwerpen. Er zijn nog plaatsen. Ja. Ah, dat is goed. Ja. Ze hebben ook nog heel veel plaatsen voor ballet, zeggen ze in Opera Ballet Vlaanderen. Ik zei aan het begin nog van de uitzending van als Stefan mij ging overtuigen om te komen, maar ik ben toch wel echt overtuigd. Maar kom aan, dat is leuk. Dat klinkt echt goed, absoluut. Ja, dat is heel goed. Je zit meer dan welkom. En daarna drinken we nog iets. Lenotte en Figaro. Dank je wel, Stefan de Gant. Jij bedankt. Dank je wel. Dank je wel ook, mijn andere gasten. Zometeen de laatste aflevering van Waarom Wachten. Karin Klaassen praat met Charlotte Adigiri en haar moeder Christian. Bedankt voor het kijken en tot morgen.